Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Vandaag maak ik een video van een scrapbook layout van een paar foto's van een vakantie. Hier zoek ik mijn papieren uit, kijk welke ik wil gebruiken. Uiteindelijk kies ik voor de bruine met de sterretjes erop. En deze hier met ik mijn foto op. Ik kijk nog een beetje in het paperpad welke... Of ik nog op een ander papier wil metten, maar ik kies uiteindelijk toch papier wat ik als eerste had gekozen. Ik ga wel nog iets met de papieren doen, maar dat zie je zo. Ik scroll er gewoon een beetje doorheen. Nu kies ik van mijn andere paperpad nog misschien een paar papieren die ik wil gebruiken. Zodat ik een beetje het kleurschema weet. Nu mat ik mijn foto op het sterretjespapier. En deze is van de Warm & Cozy collectie van Pebbles. En ik snij het met mijn snijmachine kleiner. Dat die... Even langs aan beide kanten. En dan heb ik hem uitgesneden. Nu wil ik kijken waar ik mijn papier op wil gaan metten. Ik zit te twijfelen tussen het papier, of wit papier en nog andere papieren die ik heb uitgekozen. Ik kies uiteindelijk toch voor het witte papier. En nu ben ik dus verder aan het zoeken wat ik nog wil doen. Een beetje aan de kleur aan het kijken. Ik zie uiteindelijk dit mint met franjes papier. En dat vind ik eigenlijk heel leuk om te doen met ze. En dan om die franjes dan uit te knippen. Maar ik vind het te druk om als achtergrond te gebruiken. Maar ik vind het idee wel heel leuk. Dus ik ga de franjes zeg maar zelf maken. Dus ik ga het idee zeg maar een beetje namaken. Omdat ik... papier echt heel erg leuk vind. Dus ik pak nu allemaal papieren van mijn paperpad. En die snij ik 3 centimeter. Dat zul je dadelijk ook wel zien. Die knip ik zeg maar allemaal kleine stukjes vanaf. En daar snij ik allemaal stukjes vanaf. Ik zit een beetje te kijken hoe lang ik de franjes wil hebben. Zodat ik ze over elkaar kan plakken. En dan ben ik een beetje nu aan het kijken. En dan begin ik met dit blauw papier. Deze is van de Lanvin paperpad. En ik doe er een paar, elke keer een paar strips van. Maar ik gebruik ze niet allemaal. Ik daag jullie uit. Ik had een challenge bedacht. Ik daag jullie uit om dit ook te gaan doen. Dus als bijvoorbeeld overig paperpads of gewoon overig papier wat je nog hebt liggen en niet gebruikt. Om daar dan strips van te maken en die dan te knippen. En dan kun je ook zo'n franje deel op je layout. Dus ik vond hem uiteindelijk heel leuk geworden. Ik hoop jullie ook. Maar ik vond het een heel leuk idee. Ik ben ook heel blij met het resultaat, maar jullie zien straks het resultaat. En dit papier is van de, dit grijs papier met hartjes, is van de Pebbles en een Valentijnslijn van vorig jaar. Snij ik uit op allemaal 3,5 centimeter. En ik heb ook vellum en tissue paper gebruikt. En dan nog wat donkerblauw papier. Die pak ik nu.
Die is van de Outfitters collectie. En de andere groene is ook van de Outfitters collectie. Dus ik heb uiteindelijk 4 pad en papers en 2 vellum en tissue paper. Want ik vond het contrast wel leuk met vellum en dan heb je andere textuur. Ik zit nu zelf nog een beetje uit te zoeken hoe het werkt met editen. Dus eigenlijk wil ik hem nog iets sneller hebben. Maar ik doe dit allemaal via mijn telefoon. Want ik vind het te veel gedoe om alles op de computer te zetten en dan allemaal te editen. Dus ik doe het nu via mijn telefoon. Hoe ik trouwens film is via een selfie stick. Ik heb een selfie stick boven mijn bureau hangen en daar zit mijn telefoon op, dus ik film met mijn telefoon alle filmpjes. En dat werkt eigenlijk heel goed. En dan ik had nog een stukje groenpapier over, dus die gebruik ik ook. Heel leuk. Dit papier vind ik ook echt heel mooi. Dit groene, echt natuurpapier. Nou, ik heb het al bijna allemaal gebruikt. Zo leuk vond ik dit papier. En de papiersnijder die hebben we echt al heel lang. En die hebben we gewoon, hij sneed pas niet meer. Dus hebben we hem naar het tankstation gebracht en hebben ze hem daar opnieuw geslepen. En nu doet hij het weer goed, dus... Als je denkt van, hij doet het niet meer en ja, ik wil hem eigenlijk weggooien, breng hem dan naar een tankstation, want daar kunnen ze hem vast wel slijpen. Dus nu ben ik met een schaar allemaal van die ongeveer een halve centimeter strips aan het knippen. En ik zal jullie niet heel lang laten kijken, dus ik heb het stukje eruit geknipt en dan zien jullie straks ineens dat ik alles heb geknipt. Dus nu ben ik er weer. Ik heb nu alles geknipt en dan heb ik het opgeplakt en op maat een beetje naar de maat gekeken dat de foto precies er middenin past. En ik vind hem echt heel leuk geworden nu. Ik vind de kleuren die passen ook echt perfect bij de foto. Komt allemaal terug in de foto. En ik plak de foto op straks met foamtape. Die doe ik aan de achterkant. Omdat de franjes zeg maar ook een beetje omhoog komen. Met de foamtape is alles gelijk. Deze foamtape is van de Action trouwens. Dus haal ik eraf de adhesief aan de achterkant en dan plak ik de foto er dadelijk op. Op het einde van de video zijn wat meer goede foto's zeg maar erop ingezoomd dat je net iets beter kunt zien. Meer details. Dus die plak ik op. En nu ben ik daar een beetje aan het kijken naar wat voor embellishments ik nog wil doen. De achterkant van de foto plak ik, de tweede foto die plak ik erachter, een beetje schuim. Nu ben ik nog een beetje aan het kijken wat voor embellishments ik wil gebruiken. Ik wil het niet te druk doen, want ja, de franjes die, daar valt toch, is toch al best druk. Ik ben nu door mijn embellishment doosje aan het gaan. En mijn stickers. Ik vind deze stickers er helemaal bij passen. Het past bij een beetje de bruine kleur van Matt. Dus ik ben aan het kijken welk woordje ik wil gebruiken. Uiteindelijk kies ik het woordje happy. En dit zijn echt foam stickers. Ik denk als ik weer een bestelling ga plaatsen op Scrapdealite, dan bestel ik ze, als ze er dan nog zijn, nog zo'n sticker set. Want ze zijn echt zo mooi.
Ik durf ze namelijk niet te gebruiken omdat ik zonde vind. Maar ik doe het toch. Ik zet me eroverheen. Dus happy en daaronder komt sightseeing. En dit zijn stickers van de Journey collectie. Volgens mij zijn deze ook nog verkrijgbaar bij Scrap Delight. Maar ik weet niet zeker of ze nog beschikbaar zijn. En dan dit pijltje. Plak ik onder links onder op de pagina. Ik ben nu een beetje door het sticker voor aan het gaan. Dit is dus het plaatje waar sightseeing op staat. Sticker bedoel ik. En nu ben ik door de puffy stickers van Golden Days van Fancy Pens. En daar pak ik de Mint stickers. Puffy sticker met A-memories. En nog een goud hartje in het hoekje. En nu vind ik het nog een beetje kaal. Dus ik wil rechtsboven in de hoek nog wat embellishment cluster doen. Dus ik ben door mijn stickers en zo aan het heen gaan. En een beetje aan het kijken wat ik in dat rechterhoekje wil. Bovenin. En nog wat andere, of nog wat andere houten embellishments wil gebruiken. Maar deze gebruik ik uiteindelijk niet. Nu ga ik door de die cuts. En zie ik dit groene tag, zeg maar. En die vind ik wel heel leuk, perfect erbij passen. Dus die doe ik daar rechts in de hoek. En nu ben ik aan het kijken wat ik er nog meer wil. Ik zie nog een ander ticket, maar die vind ik er niet zo bij passen. Ik ben echt met alles een beetje aan het kijken wat ik er leuk bij vind. Maar uiteindelijk ben ik wel heel blij met het resultaat. Ik wil nog wel wat wood veneer gebruiken. En wat kurk vind ik ook wel bij de leeuwen passen. Dus uiteindelijk kies ik deze Geotech wood veneer. En uiteindelijk kies ik nog een ticket van Studio Calico Kit. Die ik daar rechtsboven in de hoek plak. En ik plak nog wat kurk stickertjes of kurk plusjes bij het cluster. Maar de video viel uit, dus jullie zullen straks het resultaat zien. Dus deze sterretjes of plusjes gebruik ik nog. En nog wat puffy stickers. Dus nu zijn we wat verder. En nu hier zijn de foto's omdat de video afsloot. Dus wat puffy stickers nog, de camera. En bedankt voor het kijken. Dit was de video. En hopelijk vond je het leuk en heb je inspiratie opgedaan. En tot de volgende keer.